Hallo, welkom en leuk dat jij kijkt. Digitaal presenteren, het is niet eenvoudig. In deze tijd wordt het steeds vaker gedaan. Mensen gaan contact zoeken met elkaar via de computer. Dat moet wel, want ja, je mag niet meer dan met zoveel mensen bij elkaar aanwezig zijn. En er zijn mensen die zeggen, ik voel me daar niet lekker bij. Want samen contact met elkaar via een schermpje is toch niet hetzelfde. En ik zie ook mensen waarvan ik denk, ja jongens, let op, als je dit of dit of dit een beetje anders doet, krijg je misschien toch een beter gevoel erbij. Wat zijn de tips? Die volgen straks. Je kunt de 5 tips na elkaar bekijken. Het is niet hetzelfde als persoonlijk aanwezig zijn, dat is het nooit. Maar er zijn wel dingen waar je op kunt letten, zodat het toch wat beter wordt en daardoor voor iedereen leuker om met elkaar contact te hebben, digitaal. En als je echt iets gaat presenteren, want je gaat een presentatie geven, of je gaat een lezing geven, of je gaat uitleg geven over iets, denk dan aan deze tips. Je kunt ze echt goed gebruiken. Tip 3. Maak gebruik van mimiek. Enthousiasme heb ik net al gezegd, heel belangrijk, maar met dat enthousiasme komt ook je mimiek. Als je iets leuk vindt, kun je dat gewoon laten zien door je uitstraling. Als je iets minder leuk vindt, kun je dat ook in je mimiek laten zien. Heel belangrijk om daar goed gebruik van te maken, zeker als je digitaal iets vertelt. En niet alleen het vertellen is belangrijk om je mimiek goed in te zetten, maar ook als je iets ontvangt. Kun je natuurlijk je mimiek gebruiken. Je kunt knikken als je het wel of niet met iets eens bent. Maar ook als je vragen hebt of zo, aan je mimiek kunnen mensen dat zien. En dan kunnen ze juist weer op jou reageren. Van, hé, ik zie dat jij iets vragen. Heb je een vraag? Of iets dergelijks. Maar je mimiek laat zoveel zien. En daardoor wordt het contact ook beter. Omdat mensen voelen, door hetgene wat jij uitstraalt, wat datgene wat zij zeggen met jou doet. Dat maakt het digitale contact intensiever en beter. Dus zet die mimiek in. Zo, ik hoop dat je weer wat gehad hebt aan deze 5 tips over digitaal presenteren. Kijk in de camera, wees enthousiast, gebruik je mimiek, doe het kort en krachtig, niet te veel en zorg voor die 3 punten die de mensen onthouden. En mocht je denken, nou, ik kan wel wat hulp gebruiken bij de rode lijn van mijn verhaal. Wat is nou precies de kern? Hoe kom ik beter over, digitaal of gewoon, als je straks weer mag, voor een publiek, live? Ik help je graag. Ik weet waar ik naar moet kijken. Houding, mimiek, gebruik van stem en doeltreffende gebaren. En we zorgen samen dat jouw presentatie, lezing of iets anders wat jij wilt vertellen aan een publiek goed overkomt, zonder problemen, op jouw manier. Dus, meer informatie vind je natuurlijk op mijn site www.gebarenrijk.nl en ik hoop je in de toekomst te zien. Dank voor het kijken. Doei!